De Tielse brandweer heeft zaterdagmiddag een man van 81 uit zijn bovenwoning geholpen die door een storing van de lift niet naar het Fruitcorso zou kunnen. De lift van het appartementencomplex is al een week kapot. De man die de ziekte van Parkinson heeft, kon zo niet naar buiten. Hij is buiten zijn appartement namelijk afhankelijk van zijn scootmobiel. Zijn 72-jarige vrouw deed via Facebook een oproep. Wie heeft er een oplossing? En die kwam er. Peter Maasbach van de brandweerpost Tiel wierp zich samen met zijn manschappen op als reddende engel. Ja, we hebben net meneer vanaf de bovenste verdieping van het appartementencomplex met de hoogwerker naar beneden gehaald. Eerst zijn scootmobiel, want die moest natuurlijk naar beneden. En daarna meneer zelf in een rolstoel in de hoogwerker gezet en met het bakje naar beneden vervoerd. En wij werden via veel wegen getipt van joh, brandweer, zouden jullie iets kunnen doen? Ja, wij sprongen daar gelijk op in en wij hebben de middelen ervoor, dus wij dachten, nou, we zijn toch in dienst voor het Fruitcorso. Laten we meneer gaan helpen. Bij het Fruitcorso kreeg het echtpaar bovendien nog een VIP-behandeling aangeboden door de stichting Vierstromenland.